Hoi, welkom in deze video. Vandaag wil ik het gaan hebben over de titel van deze video. Waarom ik 10 kilo ben aangekomen. What? Het is natuurlijk heel erg tegenstrijdig met waar dit kanaal over gaat. Namelijk over mama in balans en in evenwicht zijn en gezond eten en goed voor jezelf zorgen. Want dan kan je pas goed voor andere mensen zorgen. Zoals je kinderen. Dan klopt 10 kilo aankomen in een jaar tijd eigenlijk niet. Zeker niet omdat ik eigenlijk steeds roep dat ik wil afvallen. Maar ik wil uitleggen waar het is misgegaan, waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En hopelijk kan ik hier überhaupt één iemand mee helpen. En verklaart ook een beetje wat ik de komende periode van plan ben om te gaan doen. Als allereerst wil ik als disclaimer zeggen dat die 10 kilo die ik nu ben aangekomen, daarvan zijn er 4 heel logisch te verklaren. Ik ben namelijk vorig jaar in augustus in een anderhalve week tijd 4 kilo afgevallen. Puur vanwege de stress. Ik had hele dagen niet. En dan kwam ik met avondeten achter van joh, dit is het eerste wat je vandaag gaat eten. Terwijl ik ontzettend veel spanning en stress gehad. Dus die 4 kilo die vlogen vanaf. En zodra ik weer normaal ging doen qua voeding, zaten die 4 kilo er ook zo weer aan. Maar dan nog ben ik die andere 6 kilo in een jaar tijd wel aangekomen. En ik wil een beetje verklaren waardoor dat komt. Allereerst omdat we vanaf september tot december heb ik geen enkele macro getrackt. Was compleet uit mijn sportroutine. Waren we verhuisd, mijn werkleven was anders. Zelfs de manier waarop de omgangsregeling was geregeld met de kinderen was anders. Dus alles stond op. Moest opnieuw ontdekt worden, moesten nieuwe routines inkomen. En ik ben nou iemand die heel erg graag in routine zit. En als het niet in mijn routine zit, dan is het ook heel lastig voor mij om het op te pakken. En ik ben ook eigenlijk stabiel gebleven, september tot december. Eigenlijk heel licht aangekomen. Ik denk 2-3 kilo sinds september tot januari. En in januari dacht ik van oké, nu moet ik niet meer aankomen, dan moet ik stabiel blijven. Dus eigenlijk was ik in januari al 7 kilo zwaarder als wat ik in augustus was. En eigenlijk van januari tot mei is er misschien 2 kilo afgegaan. Inderdaad gewoon omdat ik ieder mondje komt uit mondje. Ik had moeite om de structuur te houden. En het ontbrak ook echt wel heel erg aan motivatie. Ik had niet zo'n hele hoge drive, want ik vond mezelf eigenlijk gewoon prima. Alleen voor de zomer wilde ik gewoon wat meer eraf. En ik heb heel erg lang gedacht van joh, ik krijg er best wel snel vanaf. Dus als het in mei begint is het ook prima. En eigenlijk ging het in mei ook wel goed. Maar in juni ging het gewoon slechter met mijn gezondheid. Ik had wat vaker last van duizelingen, migraines. Gewoon ontzettend veel misselijkheid en duizeligheid. En dingen waarvan je eigenlijk zegt van nou, daar val je juist vanaf. Het hielp juist heel erg als ik op dat moment ging eten. Dan werden de symptomen minder. En in juli is het zo erg geëscaleerd dat ik zelfs tijdens een avonddienst ben flauw gevallen. Gewoon dat ik zo zwak op mijn benen was en zo oncomfortabel was eigenlijk in mijn eigen vel. En daarom ben ik toch maar naar de huisarts gegaan. En waarvan ik dacht van hey, check even mijn bloeddruk voor een aantal keer achter elkaar op bepaalde momenten op de dag. Want misschien wisselt die te veel van ik daar flauw, word ik daar een beetje zwak en ziek en misselijk van. Dacht zij dat het eerder aan een bepaald voedingstekort lag of een bepaalde stressvorm. Aangezien ik toch een groot gedeelte van de tijd alleen voor die kinderen zorg. Hè. We hebben natuurlijk een ouderschapsplan waarbij ik ze 10 dagen heb en hij 4. Dus zij dacht meer dat het aan mijn levensstijl lag en ik dacht eigenlijk meer dat ik gewoon ergens een tekort of mijn bloeddruk te veel wisselde. En ze heeft bloed geprikt. Een paar dagen later mocht ik bellen voor de uitslag. En eigenlijk was alles perfect. Dus zij bleef eigenlijk een beetje wijten aan mijn levensstijl. Dat ik minder stressvolle dingen moest ondernemen en wat rustiger aan moest doen. En toen sloot ze het gesprek af met, maar je had niet nuchter hoeven prikken. De bloedsuiker was 3,4. Dat is echt wel vrij laag voor een gezond persoon. Nuchter normaal gesproken, dus zeg maar als je heel de nacht niet gegeten hebt, is het normaal als dat tussen de 4,5, 5,5 ongeveer is. En bij mij was die gewoon 3,4 na de ontbijt. Daarop zei zij van, goh, ga het gewoon in de gaten houden. Mocht je problemen hebben om het op peil te houden, kom dan weer terug. Maar ik denk dat jij gewoon wat consequenter je voedingspatroon moet aanpassen. Dus als dat niet lukt, dan hoor ik je graag. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk, ik weet hoe ik gezond moet eten. Ik eet ook wel redelijk gezond, dus dat het gebeurt er. Omdat ik verpleegkundig ben, ben ik voor mezelf een week lang gaan bijhouden wat mijn bloedsuikers zijn. Daarbij in kaart van, is dat een normale bloedsuiker voor alles wat ik heb gegeten of niet. En toen bleek dat eigenlijk ik nooit boven die 5,5 millimol per liter kwam. Wat eigenlijk altijd nuchter is. Zelfs niet toen ik 4 volkoren boterhammen met 2 kroketten uit de frituur en mosterd en mayonaise op had, kwam die nog niet boven de 5,5 uit. Na 2 uur, wat echt gewoon heel laag is.
Dat zou kunnen wijzen op een vorm van hypoglycemie. En dat is dan wel weer een symptoom van waarvan ik wel begrijp waar de huisarts vandaan komt. En dat is dat ik bijnieruitputting zou kunnen hebben of misschien naartoe aan het werken ben. En dat is eigenlijk gewoon dat je onder te lange tijd onder te veel stress hebt gestaan, waardoor je te veel cortisol maakt. Dus als jij stress hebt en je hebt acute stress, bijvoorbeeld omdat er een man in het donker op je afkomt, dan maak je adrenaline aan en cortisol. Adrenaline zorgt ervoor dat je snel kan reageren. En cortisol is waardoor je op een langere duur alsnog adequaat kan reageren als de adrenaline weer wegzakt. Als jij te langdurig stress ervaart, heb je te lang cortisol in je bloed. En als je te veel cortisol hebt, dan kan je alvleesklier niet meer goed reageren met die insuline aanmaken. Dus het hele cirkeltje is dat ik eigenlijk continu mezelf van suiker voorzien om maar mijn energie omhoog te houden, omdat mijn alvleesklier niet die suikers aanbiedt. Ik ga het allemaal in een blogje verwerken, zodat als je dit herkent van jezelf, goh, ik heb de hoofdpijn met de banden, een banddrukgevoel, ik voel me duizelig, ik voel me misselijk, ik heb het gevoel dat ik door mijn benen heen zag, ik val flauw, ik kan me niet concentreren, ik ben super snel geïrriteerd. Dat zijn allemaal symptomen die ik had en waarbij het enige wat eigenlijk echt consequent hielp, was gewoon eten. Nou zijn er allemaal officiële testen voor, maar de enige reden waardoor je of bijnieruitputting of hypoglycemie of alle andere vormen die het zou kunnen zijn kan oplossen, is met je voeding. En aangezien het midden in mijn vakantie, of eigenlijk in de vakantieperiode, naar buiten kwam, heb ik voor mezelf besloten dat ik het gewoon ga eten waar ik behoefte aan heb. En niet de calorieën te tellen en niet kijken of het wel binnen mijn caloriebehoefte blijft. Dus ik heb van half juli tot eind augustus gewoon gegeten waar ik behoefte aan had om mijn energie op peil te houden, mezelf goed te voelen en niet per se voor mijn fysiek of voor mijn gewicht. En daar ben ik nu pas mee begonnen. Want ik zag het niet zitten om terwijl ik met 4 kinderen vakantie had of terwijl ik op vakantie was in Frankrijk of terwijl ik nog 60 uur per week moest werken in allerlei diensten om de vakantieperiode vol te krijgen, te proberen te voorzien van welke producten welke wel voor mijn bloedsuiker en welke werken niet voor mijn bloedsuiker. Dus daar ben ik deze week pas mee begonnen. Tweede week van de schoolweek. Schoolperiode weer. En toen ging ik op de weegschaal staan. Toen kwam ik erachter dat ik sinds half juli tot nu 4 kilo ben aangekomen. Dus ik ben in totaal 10 kilo weer aangekomen. En dat is op zich niet erg. Ik voel me alleen echt niet meer prettig nu. Ik voel me gewoon wat zwaarder, wat grover. Ik merk dat mijn migraineaanvallen erger zijn. Dat is echt wel een teken van dat ik wat zwaarder word. En dat is natuurlijk niet fijn. Dus ik wil nu wel weer langzaam aan, niet langzaam, ik wil gewoon aan afvallen, niet langzaam. Maar op een stabiele manier, waardoor ik ook geen last ga krijgen van bloedsuikers. En wat ik nu ga doen, is ik ga mijn macro's inplannen voor 3 maaltijden per dag en 3 snacks per dag. En die ook echt wel gespreid over de dag eten. En als ik me eigenlijk niet goed voel, even bloedsuiker meten en kijken wat ik nog daarin kan doen. Probeer daarvoor echt voor mezelf een goed patroon aan te houden. Ik ga regelmatig weer sporten. Een kenmerk van als je hypoglycemie hebt of bijnieruitputting is dat je krachttraining of zwaardere intensievere workouts gewoon niet meer trekt. En dat is ook echt wel, ik heb pas weer een sweaty shredder gedaan van Sarah's Day en die kwam er gewoon niet doorheen. En terwijl ik wandelen wel heel fijn en heel prettig vind, dus ik ga gewoon wat vaker wandelen, wat vaker low intensity trainingen doen. En op die manier proberen een beetje op te bouwen. Het bijhouden van je vitamines en mineralen is heel belangrijk, dus ik ga vitamine C innemen, vitamine D en magnesium. Alhoewel de dokter heeft gezegd dat het allemaal op peil is, wil ik dat toch ook goed gaan onderhouden om te zorgen dat het herstel ook bevordert. En verder ga ik proberen zoveel mogelijk witte voeding te vermijden. Dus niet witte rijst, maar zilvervliesrijst. Niet wit brood, maar tarwebrood. Nou, altijd dat toch allemaal wel. Maar vooral meer langzaam werkende koolhydraten ten opzichte van snelle suikers. En wat meer vezelrijke voeding. Dat is eigenlijk de verklaring waarom ik in een jaar tijd 10 kilo ben aangekomen in plaats van ben afgevallen. Ben ik er blij mee? Nee. Vind ik het heel erg? Nee, eigenlijk ook niet. Ik heb vaker 10 kilo moeten afvallen of 15 kilo afgevallen. En is me ook gelukt. Ik heb de tools. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe het moet. En ik weet dat ik nu op dit moment ook gewoon gemotiveerd ben. En dat ik er prioriteit aan wil geven. En dat was gewoon ook een heel jaar lang niet. Het was niet voor mij de prioriteit om specifiek heel strak en slank te zijn. Maar ik wilde gewoon gezond zijn en me goed voelen. En eigenlijk ook geen tijd of energie voor vrijmaken om te kijken. Hoe doe ik dat zonder zoveel aan te komen. Dit is gewoon een consequentie. Ben ik er blij mee? Nee. Maar ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe het trucje is. Ik weet hoe mijn lichaam afvalt. Ik weet hoe ik me echt goed voel. En het is nu weer tijd om daar aandacht aan te besteden. En ook te zorgen dat mijn insulinelevel zichzelf weer goed gaat reguleren. En dat mijn lichaam genoeg rust heeft om dat te kunnen doen. Dus we gaan het langzaamaan weer opbouwen.
Mocht je dit verhaal een beetje herkennen, dat je je eigen ziek, zwak, misselijk voelt. Bijvoorbeeld dat je door je benen heen zakt, dat je snel geïrriteerd bent. Dat je trillerig bent, dat je aan het zweten bent en dat je het gevoel hebt dat je flauw valt. Terwijl je toch genoeg gegeten te hebben, kijk ook eventjes onder in de blog, want ik ga het uitschrijven. Dat was het voor deze video. Ik wilde gewoon uitleg geven over waarom ik, ondanks dat ik fitness- en gezondheidsvideo's post, niet specifiek was afgevallen, maar juist was aangekomen. En we gaan nu weer gewoon verder met eetdagboekjes en sportlogjes en boodschappenhals en alle soort content. Heb je een video die je graag wil zien? Geef dan even onder in de comments aan en dan kan ik mee aan de slag. Geef deze video een duimpje omhoog als je het waardeert dat ik hier zo open en eerlijk over gesproken heb. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn journey. En dan zie ik je in de volgende. Doeg!